Wat vind jij het mooiste aan straatvoetbal? Wat vind jij van dat maakt het straatvoetbal zo mooi? Wat voor mij het straatvoetbal mooi maakt is, daar praat ik niet echt over nu, maar over vroeger. Vroeger als wij op het pleintje voetbalden, was het heel erg druk altijd. Mm-hmm. Er waren ontzettend veel teams, maar daarnaast waren er ook heel veel mensen die gewoon aan de zijkant stonden met muziek. En die stonden gewoon te praten en die waren gewoon aan het kijken hoe wij aan het voetballen waren. Ja. En kritiek misschien aan het leveren waren. Dus je voetbalde, maar daarnaast was er ook nog veel te doen aan de zijkant als je niet speelde. Het was eigenlijk een heel evenement wat het eigenlijk was. Ja, eigenlijk wel. En het werd dagelijks gedaan gewoon. Of het nou mooi weer was of slecht weer. Vooral met mooi weer was het dan heel druk natuurlijk. Ja. Maar het mooie van straatvoetbal is dat je gewoon elke dag kan voetballen. Wij voetballen gewoon in de sneeuw, bij wijze van spreken. Ja. Ik kan nog herinneren dat wij toen jong waren. En ik speelde dan op Suikerplein, zo'n pleintje bij mij in de buurt, parkersvoetbal. Mm-hmm. Vier palen op een pleintje, we waren misschien met z'n acht of zo. En als je tegen paal wordt geschoten, dan ben je gewoon eruit. Maar wij deden dat gewoon in de sneeuw, met een verbrande kerstboom in het midden, bij wijze van spreken. Ja. Of nou, bij wijze van spreken, dat gebeurde ook gewoon echt. Ja. En dat is het mooie van straatvoetbal, dat je gewoon altijd kan voetballen. Je hebt niemand echt nodig om ergens te gaan voetballen. Je hoeft geen zaal af te huren, je kan gewoon altijd voetballen. Het is gewoon echt de vrijheid wat je echt gewoon natuurlijk aanspreekt. Ja, dus zeg maar je vrijheid. Je hoeft niet over de hek te klimmen om op het veld te gaan voetballen. Je kan gewoon overal voetballen. Je maakt gewoon twee goals en je kan voetballen. Ja. Dat is het mooie van straatvoetbal.